Elena, ik zal het een beetje kort houden, want de festiviteiten gaan ondertussen gewoon door. Gefeliciteerd, hoe voelt het? Ja, heel leuk om hier de winst te pakken en een goed gevoel de rest van de competitie nog verder werken. En ook niet zomaar, je gaat er met 4-0 overheen. Ja, het was wel leuk om al die goals te zien en het waren echt teamgoals, dus het was echt een leuk gevoel, ja. Dan mag je zelf ook nog scoren, is dat nog een speciaal gevoel in de bekerfinale? Ja, zeker speciaal. En ook gewoon als team hier winnen, dat is echt fantastisch. En al die goals die hebben we samen gevierd en dat was echt leuk om te doen, ja. Was het nog spannend, ook in de rust misschien, want jullie stonden 1-0 voor met rust. Niet al te veel kansen. Ga je dan nog met spanning de tweede helft in? Ja, het was wel spannend, maar we moesten gewoon doorgaan op onze eerste helft. En dan ging die goal sowieso komen en dat kwam ook. En dan hebben we de 3-0 en de 4-0 ook nog kunnen maken, dus echt mooi. Geeft het dan nog extra ontlading, aangezien jullie het landskampioenschap op een zure manier zijn misgelopen? Geeft het dan extra ontlading? Extra ontlading niet, maar het is wel natuurlijk wel mooi om zo'n beker te winnen. Ik denk voor Twente ook lang geleden, dus het is wel weer mooi dat op de palmarès staat. Ja. Wat staat er voor de rest op de planning vandaag? Ik denk feesten met die beker in de hand. Top, geniet ervan. Veel plezier.